Lars, je maakt twee doelpunten vandaag hier in de bekerwedstrijd. Natuurlijk, dat is geen referentie, hè, tegen de jongens dan natuurlijk er in de vuren gedaan, hè, zeggen wij. Ja, nee, inderdaad. We wisten het al een hele week dat waarschijnlijk tegen een belofteploeg ging zijn. Wat te liever de ploeg van een eindronde geklopt. Maar ik denk dat het belangrijkste was dat we ons job gedaan hebben. En we konden alleen maar verliezen. We moesten winnen absoluut vandaag en liefst met meer dan 5 doelpunten verschil. Dus ik denk dat we het goed gedaan hebben. Had trainer gevraagd voor een voluit te gaan? Ja, ja, absoluut. Het blijft Mandel United, wat er sowieso iets recht te zetten. En we hebben een doel met Westerlo, dus volgende week nog 1 keer winnen. Dus dat is een mooie bekercampagne, is altijd plezant. Ja, en het is weer thuis, hè, volgende week? Ja, qua loting mogen we niet klagen. Dit jaar geen verre verplaatsingen naar Wallonië, altijd thuis. Dus ik denk dat het een uniek moment is voor dit jaar zo ver mogelijk door te stoten. En gelukkig geen blessures, maar alhoewel dat ik hier Jilke zag, was dat zijn schouders uit not was? Ja, even op zijn schouder, maar het teken dat hij terug invalt, denk ik wel dat zal meevallen. Dankjewel, Jan. Graag gedaan. Karl, 8-0 winst hier tegen de jonge hasjes van Mandel. Hè. Ja, chapeau voor de jongens. Hè. Ze hebben ervoor gestreden, ze hebben hun uiterste best gedaan. Ze hebben proberen het spel mee te spelen, dus op dat gebied chapeau. Van de andere kant, ja, de derde week na elkaar, dat ik altijd op dezelfde nagel blijf slaan. Dat dit kan alleen maar in België. Ja, en toch ben ik niet content qua afwerking. Het kost er nog veel meer geweest. Maar, hè. Ja, misschien wel. En het kan altijd meer zijn natuurlijk. Vooral de eerste helft. Alleen zijn dat niet de makkelijkste wedstrijden. Iedereen verwacht dat er los over gaat lopen. Ik denk dat dat wel gebeurd is. Ik vind nog een keer gescoord, dat is niet slecht. Kan altijd beter. En vooral de nul houden. Ook al is dat tegen zo'n ploeg. Moet je de nul houden. Dus op dat gebied heb ik geen klagen. Maar kan altijd beter natuurlijk. Ja, die gastjes, ze kregen dan een applaus dat ze waarschijnlijk daders dan erbij waren. Die zijn er waarschijnlijk naartoe gekomen met de schades in eigen mogelijk te beperken. Dat denk ik inderdaad ook wel. Ik denk dat dat voor die mensen een mooi moment is in die momenten van miserie. Ik heb begrepen dat de rook voor de zoveelste keer opgetrokken is en dat men met veel moed gaat daar beginnen. Alleen hoop ik dat het nu wat langer is dan dat al geweest is. Karl, volgende week is het terug beker en terug thuis hier. Hè. Ja, en ik heb begrepen dat 1-2 stond 10 minuten voor tijd, dus eigenlijk weet ik nog niet tegen wie dat is. Maar bon, dat zien we volgende week wel, maar ik wil om te besluiten misschien van je toch een keer onze Lenny en Stef, blijkbaar onze twee wandelaars, nog een keer super bedanken en proficiat wensen voor de inspanning die ze gedaan hebben. Voilà, bij deze gezegd, Karel, bedankt. Graag gedaan, Bantje.